Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit keer zien jullie mij van voren. Dat komt omdat jullie mijn eerste indruk van de Creatic stickers gaan zien. En dan heb je wel een frontcamera nodig. Ik zag namelijk gisteren op Instagram dat er maar 1500 doosjes over waren. En dat er geen nieuwe meer komen. Omdat zij namelijk met een deel 2 van de stickers bezig is. En dat die daarna uitkomt. En er worden geen meer nieuwe geproduceerd van deel 1. Dus ik moest ze bestellen. Ik vind het normaal leuk om zulke dingen voor een verjaardag te vragen. Maar ja, als ze dan niet meer geproduceerd worden, dan heb ik gewoon pech. En ik wil dus heel graag hebben. En ik heb gewacht voor jullie met het pakketje open te maken. Omdat ik echt de eerste indruk wilde vastleggen. Ik heb wel online op haar video's gezien hoe ze er ongeveer uitzien. Maar de kwaliteit heb ik niet gevoeld. En ik heb ook niet alle plaatjes gezien wat ze getekend hebben. Dus ik ben echt super benieuwd. Laten we het uit het pakketje halen. Oeh. Ik weet eigenlijk niet wat ik had verwacht van een doosje. Ik had het minder stevig verwacht. Maar het voelt echt heel stevig aan. Laat ik heel even mijn bullet journal opzij leggen. Dan kunnen jullie het heel goed zien. Het is echt een heel mooi stevig doosje. Ik weet niet of je het kan horen. Het is echt een heel stevig doosje. En het ziet er echt heel schattig uit. Ik wil het doosje al niet te veel beschadigen. Dus ik probeer echt heel voorzichtig de stickers eraf te halen. Want ik wil het doosje hergebruiken. Oh. Het moment van de waarheid. Ik ben wel heel benieuwd. Oh. Oeh, fancy. Zou dit normaal gesproken vastgezeten hebben? Oeh, ik vind dat touwtje echt leuk. Ik weet niet, het geeft wat extra's. Oh. Ik weet niet of jullie het zien, maar kijk. Als ik dit doe, kan je dus makkelijk de stickers eruit wippen als je er onderin wil. Oh, daar is over nagedacht. Oké, laten we de stickers eruit halen. Doosje opzij. En de eerste is Crea's Chick stickers met haar 2 katten. Volgens mij is dat Pokey en de andere weet ik even niet hoe die heet. En dit is haar familie en dit is daar zijzelf. Dat vind ik wel leuk dat ze begint met een personal touch, om het zo te zeggen. Want de meeste mensen die Creatic stickers kopen, die zijn ook fan van Creatic. En die vinden het dan ook wel leuk om zo'n familiefoto te hebben. Dan nog zou je het kunnen gebruiken als jij gewoon getrouwd bent en je hebt 2 meisjes. Dan kan je hem ook prima gebruiken. Maar voor de echte fans is dit wel heel leuk. En zeker de Creatic Journal, die zij ook zelf heeft gepubliceerd of gemaakt heeft. Is dat wel leuk om te hebben met haar logo. Dat hebben wij hier. Label stickers. Oh, is dat om met de witte gelpen op te schrijven? Hoe zullen we dat gaan doen? Het schrijft op zich nog wel redelijk erop. Ik ga het wel de tijd geven om het gewoon goed te drogen. Want als ik er nu overheen ga, weet ik zeker dat het gaat vegen. Ga ik mijn vinger er doorheen halen? Ik doe wel mijn pink. Kijk, zie je? Hier was ik dus bang voor dat dit gaat gebeuren. Oké, nou is mijn vinger wit. Maar we moeten het ook even de tijd geven om te drogen. Ik ga het hier weer doen. Dus dit leggen we even weg en laten we drogen. Heb je hier cijfers? Dit vind ik echt super handig. Waarom? Ik ben slecht in handletteren en deze cijfers zijn denk ik ook precies de goede grootte. Oh, dit is de grotere versie van de nummers. Oh, dat is ook wel leuk als je het eruit wil springen. Oh, een andere kleur? Oh, wel heel veel nummers. Daar ben ik blij mee. Kijk, hier zat ik op te wachten. Ik vind deze zo schattig. Deze heb ik namelijk al gezien op Instagram. Of was dat juist met die koffie? Nou, hij lijkt er in ieder geval heel erg op. Ik hou heel erg van deze schattige dingen. Ik moet wel zeggen, sorry dat ik eraan ruik. Maar ik ben echt heel erg van de geur van nieuwe dingen. Net zoals je een houten kast hebt, dat ruikt zo lekker als die net nieuw is. Ik loop heel graag in de Gamma en de Paxus. Ik ga altijd heel graag mee met mijn man. Omdat het daar zo lekker naar hout ruikt. Maar ik leid een beetje af van het onderwerp. Wat ik wil zeggen, de stickers hebben best wel een aanwezige geur. Ik weet niet of ik het vies vind ruiken. Het is een beetje een lijmgeur. Niet een pritstiftlijm, maar van die vloeibare lijm. Daar ruikt het naar. Ik weet niet of ik dat heel vervelend vind. Of dat het komt omdat het net nieuw is. Of nog niet open is geweest en de geur uit het doosje had kunnen gaan. Het zit natuurlijk in een doosje gevangen, de geur. Maar al ben je heel gevoelig voor geur, ze ruiken wel. En ik weet niet of het weggaat over een langere tijd. Ik ga er wel een beetje wat sneller doorheen, anders gaat de video heel lang duren. Deze zijn wel heel klein. Deze vind ik wel heel klein geschreven. Ik zou deze niet zo snel gebruiken, misschien als je alle maanden naast elkaar zet. Deze daarentegen vind ik wel iets mooier. Maar ik moet ook zeggen,
Ik gebruik het niet als een agenda. Ik denk als je het als een agenda gebruikt en een beetje wil zien wat je per maand als hoogtepunt hebt op een pagina, dat die stickers wel ideaal zijn. Oh, ik had deze zo met kerst nodig. Ik ben zo fan van kerst en alle stickers met kerst. En ik hou gewoon van sneeuw en alles. En dit is echt geweldig. Deze ga ik niet gebruiken. Ik ga deze ook aan iemand geven die wel van Halloween houdt. Ik ben totaal geen fan van Halloween. Ik vier dat niet en ik hou ook niet van horrorfilms. Ik hou niet van horrorboeken. Ik ben daar totaal niet van. Dus deze, die ga ik absoluut niet gebruiken. Ik weet ook niet aan wie ik hem moet geven, want ik ken eigenlijk niemand die echt van Halloween houdt. Dus ik ga deze ook gelijk uit het stapeltje leggen. Maar dat heb je altijd met zulke stickerdozen. De ene houdt er wel van en de ander niet. En je wilt toch dat iedereen het leuk vindt wat erin zit. Niet iedereen zou ook van huishoudstickers houden, denk ik. Ik zelf vind het dan wel leuk als ik dan een grote clean-up of een grote schoonmaak heb gehad. Dat ik dan zo'n sticker erin doe in mijn dagboekstukje. Want dit past echt heel goed als je een dagboek schrijft, vind ik zelf zulke stickers. Heel veel mensen zullen dit misschien ook niet leuk vinden. Maar daarom, er zit wel variatie in. Wat ik tot nu toe kan zien. Ik weet ook niet echt of dit nou een eerste impressie is. Ik zit meer uit te leggen aan jullie dan dat ik echt ergens op reageer. Oeh, sushi. Oh, dat is sushi. Sorry trouwens als ik altijd een beetje naar achteren kijk. Ik probeer goed de stickers in frame te krijgen. Dat jullie hem ook goed kunnen zien. Oh. Ik een donut. Oh nee, er zitten er gewoon twee in. Nou, dat is fijn. Want soms wil je dingen vaker gebruiken. Nou ga ik niet heel vaak taco's doen. Ik weet niet of dat hoort dat er twee in zit of dat het een foute druk is. Heel veel vrijdag, maandag en zaterdag stickers in zitten erin. Daar ben ik blij mee. Want ik heb echt moeite met handletteren. Dus ik vind dat ook wel leuk. Nou, paardenstickers zal ik niet zo snel gebruiken. Misschien dat iemand in mijn familie wel paarden leuk vindt en die stickers wel gebruikt. Ik denk wel dat ik iemand weet. Nou, dit vind ik dan wel heel leuk, gaming stickers. Ik zou ze misschien niet zo snel op mijn bullet journal doen, maar ik zou ze op een verjaardagkaart doen naar mijn broers. Die houden van gamen. En dan is het best wel ideaal om een sticker erop te doen van een game ding. Want hun weten wat dit is. Als ik dit naar mijn oma doe op een kaart, weet ze niet wat dit is. Dus dat lijkt me niet verstandig, maar naar mijn broers of andere mensen wel. Nou, dat was even vliegensvlug alle stickers die erin zitten. Jullie hebben lang na niet alles gezien. Ik ga ze nu proberen. En mijn eerste indruk van hoe het eruit ziet. Het is geweldig. Ik wist ook al een beetje wat voor stijl het is. Ik hou van dit soort stijl. Het is volwassen stickers. Het kan ook nog voor tieners natuurlijk. Het was 15 euro. Maar dan moet ik ook zeggen, je krijgt er echt heel veel. Normaal als je bij stickers bij AliExpress bestelt, kost dat rond de 2 tot 3 euro. Ga ik even snel tellen voor jullie en dan ga ik omrekenen hoeveel een zo'n stickervelletje kost voor jullie. Ik ben nog maar op de 20 en ik geef het op om op te tellen. Ik zal later het uitzoeken voor jullie hoeveel per stickervelletje het kost. Dan komt het nu in beeld. Nou, zoveel kost het dus per stickervelletje. Hi, ik heb een klein knipje in de video gedaan. Ik zocht namelijk gele papier en die heb ik niet. Dus ik heb even witte papier gepakt en die geel geverfd. Ga nu dat gele papier eruit knippen. Oh, dus de verkeerde kant. En het gebruiken. Want het leek mij namelijk heel leuk om hier een zo geel ouderwets verfrommeld papiertje te hebben. En dan het woord februari erop. En de datum. Ik denk dat het ook wel leuk is dat ik er zo sticky note doe. Dat die er zo half opgeplakt zit. Welke zullen we gaan gebruiken om te testen? Ik denk dat deze wel leuk is dat die hier gepimpt zit. Ik denk dat ik het met deze ga doen. Oké, ik heb mijn eerste sticker. Het gaat er heel makkelijk af. Ik ben veel te enthousiast. Ik heb eindelijk een sticker eraf gehaald. Ik ben echt veel te lang met deze video bezig. Oké, ik heb mijn sticker. Het randje trouwens, wat er omheen zit qua wit, is net goed. Ik zelf hou hem van een iets dunnere witte randjes. Maar als je bij AliExpress bestelt of bij andere winkels, is dat randje vaak een stuk dikker. Hier is dat dus niet zo. Dus dat is wel fijn. Normaal moet ik altijd dus die randjes er iets afknippen omdat ik hem te dik vind. Ik zit hem nu ook gelijk op twee lagen te plakken. Dus dat je iets hoogteverschil hebt. En hij plakt. Ik ga dus dit erop. Tada, dit is mijn eerste sticker die ik geplakt heb. Terug naar januari om te kijken of die smeert. Oh! Oké, als ik heel hard duw, smeert ik het er wel af. Kijk, het is er wel weg hier, maar dat is alleen omdat ik heel hard duw. Ik ga hier heel licht. Oh, ik vind het heel eng. Ik ben bang dat ik hem verpest.
Oké, het blijft er wel op zitten. Ik ben alleen bang als ik harder ga duwen dat het eraf gaat. Dus je moet wel even geduld hebben. Maar dat is sowieso mijn gelpen, waar je het ook op gebruikt. Ik ben wel eigenlijk wel verrast dat het erop blijft zitten. Oké, laten we deze hier ook leuk op plakken. Oké, ik trek weer een heel klein stukje papier mee. Maar dat is ook omdat mijn papier nog nat was. Dus dat is ook niet helemaal fair. Maar op zich gaat het er nog makkelijk af. Als je het redelijk snel eraf haalt. Blijft hij wel plakken. En hij heeft wel echt een test doorstaan. Want ik heb hem van nat papier afgetrokken. Waardoor nog wat papier aan de achterkant zit. En nu weer opnieuw geplakt. En daarnaast heb ik ook nog een tijdje gewoon open laten liggen. Dat hij iets opdroogt. En dan nog. Kijk. Hij plakt. Oké, dit zijn echt bizar veel stickers. Gewoon te veel om te kiezen. Maar ik wil wel heel graag een poppetje gebruiken. Oké, welke zullen we gebruiken? Ik vind deze wel heel mooi. Maar wil ik die hier dan aan gebruiken aan deze pagina? Echt inimini hartjes. Kijk nou. Oh, je kan het amper zien. Het is echt zo inimini. Je wil ook niet focussen. Hier zit wel... even kijken. Ik doe er hier. Ik heb altijd zo moeite om dingen ergens gewoon neer te plakken. Want zulke dingen moet je eigenlijk gewoon willekeurig ergens neerzetten. Oh, ik vind het heel leuk. Oké, deze gaan we hier plakken. Oké. Kijk, dat ziet er toch fancy uit. Heel leuk. Ik vind het echt heel leuk eruit zien. Ze plakken echt wel lekker. Je kan ze dan ook nog afhalen. Dat vind ik echt wel een voordeel. Want dat is ook niet altijd bij stickers. Natuurlijk, als ik nu zit te duwen, denk ik dat het er wel moeilijk afgaat. Zal ik het gewoon proberen? Kijk, ik heb even zitten duwen. Gaan we nu testen of het er nog afkomt. Je neemt wel een heel klein beetje papier mee. Dat kan je niet zien op camera, want dat is echt, in de mini. Maar hij gaat er nog wel af. Dus dat is positief als je denkt, ik vind hem toch niet mooi zitten. Ik denk wel als je hem langer erop laat zitten, dat het er moeilijker af gaat. Maar ja, je gaat ook niet iets opplakken en dan een kwartier later eraf halen. En dan zijn we nu bijna aan het einde van de video gekomen. Sorry als het echt een super warrige video is. Dat komt omdat ik tegelijkertijd een bullet journal pagina probeerde te maken. En vooral die stickers te gebruiken. En het video vooral laten draaien om de stickers. En dat is nogal moeilijk als jij een hele pagina moet maken. Je kan niet echt een hele pagina maken met stickers, vind ik zelf. Maar de algemene indruk van de stickers aan het einde van deze video is wel dat ik het echt super leuk vind. Ik vind dat de plaatjes echt super leuk eruit zien. En je kan ze voor heel veel dingen gebruiken. Ook dat er echt best wel veel nummers in zitten wat ik fijn vind om te gebruiken. Het enigste wat ik niet zo leuk vind, naast dan die Halloween stickers, gewoon dat ik er niet van houd. Maar qua kritiekpuntje, als ik dat mag zeggen. Ik vind het ook niet fijn om iemand zomaar kritiek te geven en dat dan zo op internet te zetten. Het is niet echt per se een kritiek, misschien meer mijn smaak. Ik hou ervan als de maanden gewoon groter zijn. Ik vind dit hier, februari, wat ik gehandletterd heb, al vrij klein. Normaal gesproken, ik zal even kijken of ik het kan vinden. Hier heb ik een voorbeeld van februari. Het is vrij groot, maar ook weer niet te groot op de pagina. Dit vind ik fijn en duidelijk, dat je duidelijk kan zien, oké, februari, we beginnen aan een nieuwe maand. En dit zie je het ook nog wel hier, februari, we beginnen aan een nieuwe maand. Dit gaat nog, maar dit vind ik echt wel heel klein. Kijk, ter vergelijking. Al vond je deze video leuk, laat dan een duimpje achter. Laat me ook weten of jij deze sticker set hebt. En wil je meer van dit soort review video's zien, laat het me weten. En normaal gesproken knutsel ik en bullet journal ik alleen van bovenaf. Want een review van tevoren van voor filmen is wel wat moeilijker. Maar al vind je dat nou leuk dat ik het vaker zo moet doen. Aan de voorkant moet filmen en praten. Laat het me weten en misschien doe ik het wel. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Heb een fijne dag en veel knutselplezier als je nog aan het knutselen bent. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!